Ik wil u nog een waarschuwing geven vanavond. Omdat dat een van de zaken is die we na 80 duidelijk hebben gemanifesteerd in Suriname. U weet dat de etniciteit een grote rol speelde toen in Suriname. Het was echt, om het een beetje ruw te zeggen, men zegt nee, we staan Creool. Het werd nog anders gebracht. Het was een coolie blackaman ding. En wij hebben ervoor gezorgd dat we alle bevolkingsgroepen bij elkaar hebben gebracht om die eenheid te vormen in Suriname. En dat wordt op dit moment in gevaar gebracht door deze regering. Ik waarschuw u. En wij zullen ook optreden wanneer mensen van ons bezig zullen zijn met uitspraken waarvoor wij niet achter staan. Ik verbied u nogmaals om etnische uitspraken te doen. Naar wie dan ook. Naar welke broeder en zuster van u ook in dit land. Wij van de NDP zijn niet zo opgebracht. Wij van de NDP hebben die ideologie niet. Wij van de NDP gaan het niet toestaan. Dus als u zich bezondigt daaraan, dan gaat u wel problemen krijgen met de leiding van de partij. En zullen wij genoodzaakt zijn om maatregelen tegen u te treffen.